in de straat. Heb jij er wat mee? Nou, ik ben hier ongelooflijk veel mee gefietst, maar dat was deze, de straat in de niet. Dat was anders, zou niet meer weten hoe het was. Was toen ook al een fietspad? Nou, zoals wat ik nu al voor me zie, dat iedereen elkaar ons de boven rijdt, dat was volgens mij toen niet. Dan gaan wij nu in de kaakstel. De bedoeling is dat waar wij nu lopen, mag gefietst worden. Dat zijn de dubbele trottoirs, alleen die zijn in dezelfde kleur en op dezelfde hoogte. Ja, dus dat vraagt al jarenlang om problemen, Mark. Dus dat moet ophouden. Ja, dan gaan we dat oplossen. Doordat jij dit in de camera zegt. Ja. Nou, dan hebben we het aan de burgemeester en de wethouders. Doe er wat aan, want zijn er voor ongelukken? Ja, nee, er is een hoop irritatie en zo. Ja. Voetgangers die gewoon midden op het fietspad staan en gewoon denken dat het gewoon voetgangersgebied is. En dat is het niet, want dit is fietsgebied en dat is voetgangersgebied. Dus wij moeten nu even hier... Ja, officieel horen wij hier te lopen, ja. Precies. Nou, dan zo hoort het dus. Nou, ik wil lekker. Nou, wij hebben een blind date diner vanavond. Wat zeg je? Wij hebben een blind date diner vanavond. Blind date, zo. Ja, dus als wat ben ik verkleed? Als Madonna. Ja. Zo. Je lijkt er ook wel een beetje op. Ja. Boven zijn er... Nog meer staat de meisjes. Voorbereidingen, ja. De wijn van de week. Ja. Deze week alleen de druivelaar, de VOF heet de blauwe tong. Dus dat vind ik echt uniek al, hè, van Gerrit. De wijn van de week van Gerrit. Ja, die zeggen we allemaal, jongens. Fantastisch. Nou, ik weet zeker maar als Gerrit een wijn van de week, dan is hij top. Hij gaat hem openmaken, dus we gaan een proef, neem ik aan. Ja, laatst kwam hij op met een rood wijntje. Ja, nou ja, echt ongelooflijk. Maar Gerrit, wat maak jij open? Wat gaan we proeven zo? Dat is Barbera de Alba van Chiaro Benevelli. Is dat top bij, Gerrit? Dat is nog nooit in Nederland geïmporteerd geweest. Echt? Deze man dat? Doet helemaal niets aan PR. En zijn zus is kunstenares, die ontwerpt deze ketten. Fantastisch. Dus wij gaan iets unieks hier proeven? Ja. Nog nooit in Nederland geweest. Dit is Groningen is bij het spitshof in dit geval. Ben je dan niet bang, Gerrit, dat je daar zo'n ding over dat je denkt, oh, stel dat die kurk kapot gaat? Nee. Nee? Nee. Is dit een duur flesje ook? 15,5 euro. Nee, joh. Oh, dat gaat lekker in zo'n karafje. Ja, ongelooflijk. Dus dit is eigenlijk toch een beetje jouw ding, deze. Ja. En jij bent de enige die dit importeert? Ik ben de enige die dit importeert. En er is ook een pijl, dat staat er momenteel in Nijmegen. En die wordt daar verkocht. Ja. Piet, dit heet decanteren. Decanteren heet dit? Ja, karaferen is dit eigenlijk. Want decanteren doe je om het depot eruit te halen. En karaferen doe je om meer lucht te geven. En dan gaat de wijn meer open, dan gaat hij beter smaken. Jij bent een echte kenner, hè? Echte kenner hebben we hier te pakken. Oh, ik pak even een trechter om in de fles terug te doen. Ja, dan is je dubbel gedecanteerd, dan krijg je nog meer lucht, smaakt nog beter. Ja, ga ik nou gewoon van naar de trechter, via de trechter gaat hij weer terug in de fles. Nou, dat is toch heel spannend. Heb ik nog nooit van mijn leven gehoord. Ik hoop niet. Ik drink allemaal wat uit de glas. En wat is studeer? Tandheelkunde. Ja, prachtig. Ja. Dus dan lig ik, dat is echt dat liedje dan, hè? Wat het liedje? Een tandartsassistent. Ja, dat is een prachtig nummer. Top. Ja. Nou, maar gaat in de fles, Gerrit. Je gaat terug in de fles met veel zuurstof. Kijk, daar gaat een beetje bubbelen erin. Ja. Dit doe je ook. Ja, dat kun je natuurlijk niet doen als je de fles zo verkoopt. Dit moeten mensen zelf doen. Dit moeten de mensen dat zelf doen. Adviseer jij ook. Koop je dit dan ook? Zo'n trechtertje? Nou, die kan je beter bij de Senos kopen dan bij mij. Oh, dat is aardig. Want dan is je namelijk een stuk goedkoper en dat doet hetzelfde functie. Ja. Je mag ook gewoon een plastic trechter. Ja hoor, want het lach is smaak. Piet, ja, maar waar is nou... wat was dit vroeger? Dit was... café. Ja, er was hier een café waar Jannes van der Wallen altijd schaakte. De Evenaar. De Evenaar, maar waar zat hij? Nou, volgens mij zit hij... die zit voor het... Waar Jannes van der Wallen altijd zat. Ik denk daar. Maar nu, komt iets terug. Ga weer terug in de tijd. Want er komt nu andere wijn uit en dan krijg je een soort mix. Krijg je dan geeft een beetje meer tweet en al te leuke smaak. Geeft geen leuke smaak, zoiets. Hij weet het. Mooie middag, hè? Ja, geweldig.
Of zit je nog in die wereld? Doe je nog wat tv? Qua werk doe ik eigenlijk hetzelfde, maar ik ben freelancer en ik doe het. Ik doe het gewoon op heel veel. Bij ABN AMRO bijvoorbeeld, bij RTV Utrecht. Maar laat zich niet op de landelijke televisie. Nee, wist jij dat? Nee, dat geniet ik eigenlijk. Waarom? Ja, ik vind het wel lekker. Next van alle dingen uitkiezen en doen die ik eigenlijk doe gewoon wat ik zelf wil. Dus het is nu zo van, ze komt mij wel bekend voor, maar waarvan? Ja, dat hoor dan nog wat meer. Dat slijt toch wel, dat mensen blijven er nog wel een beetje omhangen. Bijna Amsterdam valt er dan omheen. Ja, er zijn er zoveel die daar omlopen. Volgend jaar juli ben ik klaar, juli. Dus. Ja, top. Ja. Dus je blijft zeker niet in Groningen. Nee, ik denk het niet. Nee, ik was er al bang voor. Nee. Want dan ging je direct naar die tandarts toe. Ja, nou. Dat was een huipje. Ja, zeker. Ja. Dat kan ik wel begrijpen. Nou, bedankt dat je ons even te woord wilde staan. Ja hoor. En jullie heel veel plezier vanavond. Dank u wel. En mocht je je vervelen, dan... dan weet ik het wel. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Ja hoor. Oké, okay, doei. Bedankt, dag. Doei. Oh, goed man. Ik heb even zo'n wijncursusje gehad. Dus eerst hiervoor... ruiken en dan met je zo. Dus in plaats van reiskosten. Ja. Op jou proost. Op Gerrit. Proost op iedereen, Jacob. Proost. Ik zeg, we trekken de stoel erbij. En we gaan los. Ja, heerlijk. Ja. Wat mis jij het meest dan? Ik bedoel, als jij zegt van ik heb natuurlijk veel tennis gedaan, je hebt dit ding voor RTL gedaan, je hebt hier altijd in de sportwereld gezeten. Hè? Is dat iets wat toch altijd aan jou blijft hangen, dat sport? Sport. Ja, nou kijk, nu vind ik natuurlijk altijd leuk. Dat doet eigenlijk relatief fijn. Bijvoorbeeld de afgelopen maand, tweede paasdag, heb ik dan een uitzending van 6 uur marathon in Utrecht gedaan. Dat is leuk. Waar ben je naar op zoek? Naar een zonnig terras. Zonnig terras. Zonnig terras. Ja. Bent u al bij Zomers geweest? Bij Zomers. Hier. Dat is geen terras. Oh, Jullie zijn geen Groningers? Nee, ik niet. Wie dan? Waar kom je weg? Amsterdam. Oh, leuk. Ja, maar wij zeggen, waar kom je weer? Ja, daarom ook. Ik ben wel geboren in Groningen, dus ik weet er wel iets van. Maar, en waar woon je in Amsterdam? Op de Schinkelkade. Oh, welke buurt is dat? Oud-Zuid. Ja. Oh, is het Oud-Zuid? Tuurlijk. Ja, eigenlijk de mooiste wijk van Amsterdam, hè? Ja. Hoe zijn jullie hier gekomen? Wie? Zij. Wij hebben zussen daar. Wij hebben zussen daar. Ja? Ja, dat maar zijn jullie ook vanaf het station rechtdoor gelopen, bij het museum langs? Ja. En dan zo de volgingen door? Ja. Ja. We hebben eerst een rondvaartje gemaakt. Je wordt gewoon in steek laten. Ongelooflijk. Met die karren ook hier. Ja, als zij er niet een vraag had ik maar in je naam. Einde alweer van helemaal tv. Dat gaat een uur gebeuren. Moet overnieuw, was niet goed. Dat is wel goed, maar het kan beter. Het kan beter. Wat raar ook. Daar heb je niet zo'n ding bij, dat je er even iets onder kan. Heb ik wel kans. Wat wil je nog meer erbij hebben? Nee, ik ben tevreden. Ik heb zo'n keer zo tevreden. Goed, hey, bedankt. Mooi. Succes verder. Jo, jij ook. Nou, maar door met eigenlijk vind je het helemaal niet erg om bij dit anonimiteit te zijn. En dan komt er opeens toch zo'n man. Ja, en zo'n een stuk papier op. Ja. En dan gaan we weer. Ja, maar ze echt iemand die dat helemaal verzamelt. Leuk. Ja, hartstikke mooi. Nou, ik vind het een heel mooi besluit. Dat is een beetje die contradictie van. Dus en zo, nee, mooi. Ja. Nou, dan gaan wij zeggen van het einde is daar. Ik zeg, ik buig naar rechts en jij naar links. Ja. En wij zien elkaar toch heel snel weer. Ja. Dus dat maakt niet uit. Heel snel. Okay. Dankjewel, Marie. Joep, hoi. Ja, Marie Kamerhouder, dankjewel. Ik feest om daar weer door de volkingen te staan. Ik heb niks te veel gezegd. Ik vond het gewoon in één woord wederom beleverd is. Geen amateur, zeg. Nee, oké. Okay. Nee.